van Temu is net binnengekomen. Dus die ga ik even kijken wat er. Ik weet nog wat ik heb besteld, maar ik laat het even zien wat ik heb gekocht. Ian komt ook even kijken. We gaan eens even kijken wat er allemaal in zit. Er zit ook gewoon wat vrolijker goed vast. Moet het wel. Want het was een fikse bestelling. Maar in mijn geval ga ik het gewoon nu even goed openmaken. Want ik heb best wel wat dingen besteld. Ja, vaak ga ik maar één ding, maar het lukt in de realiteit niet. Even kijken, wat was dit ook alweer? Volgens mij weet ik dat alweer. Dit waren oh ja, dit is een wc-sticker. Voor de deur dan. Ik had deze super schattige theedoeken gezien. Het is al in de kerst, maar ik begin altijd vroeg met kerst. Ik vind het leuk. Nog niet met decoreren hoor, maar ik zag deze dingen. Tegenwoordig haal ik mijn diamond painting pakketten, wat ik ook wel doe als hobby. Dat haal ik nu tegenwoordig ook bij Temu, daar goedkoper. Echter had ik niet verwacht dat dit zo groot zou zijn. Ik weet niet wat de officiële afmeting hiervan is. Ja, dat wel, maar 50x50. Dat is best groot. Dit is trouwens met ook gnoompjes. Ja, je ziet het niet, maar het is met gnoompjes. Ik weet het, want ik heb het zelf besteld. Deze met wolven. Deze is dan, even kijken hoor, kleiner ook gevoel. En wat was dit ook weer? Oh ja, als ik het goed meen, was dit, dacht ik, een tafelkleed. Zo voelt het tenminste wel. Dus een tafelkleed. Vond ik wel erg leuk. Dit zijn versieringen van Temu. Kerstgenootjes voor in de boom. Vond ik ook erg schattig. Oh nee, wacht even. Dit is een banner bij de deur. En heb ik hier nog eentje met gnoompjes. Ja, ik heb heel erg veel gnoompjes. Ik heb een zwak voor gnoompjes. Ik heb hier nog eentje met schattig beertje. Het zijn allemaal kerstdingetjes. Omdat ik gewoon leuk vind om met kerst al een beetje bezig te zijn. Het is nog ver, ik weet het. Deze superleuke onderzetter set die je zelf kan painten. Overigens erg leuk. Dit super schattige zwarte katjes kersthanger. Ik heb natuurlijk zelf een zwarte kat, die heb je net gezien in de video. Dus dat, ja, dat kan ik gewoon niet laten ontbreken. Deze leuke jouw kerstornament. Jullie horen net als kat heb die gaan als je denkt, hoor nou. Deze humor schattige brillenkoker. Toen ik deze zag, moest ik hem gewoon echt hebben. Ja, ik heb echt een tikje katjes tegenwoordig. Toen had ik nog deze leuke wc-sticker. Deze plak je op je wc-bril. Dus als iemand al gaat zitten, is het net alsof de kat in de, met zijn rekende wc-bril zit. Even kijken. Dit is een leuke sticker voor op de muur. Ook met gnoompies. Dit keer niet in kerst. En als ik het dan goed meen, is dit dan mijn koffieonderlegger set, denk ik. Oh nee, nog wel. Oh, dat was het andere koffieonderlegger set. Deze is heel groot. 45x60cm. En dit is het meisje met de parel van Diamond Painting. Ik heb hem zelf al getekend. Maar ik vond hem ook nog leuk als Diamond Painting. En ik heb dan, ja, je ziet het niet heel goed, maar dit zijn kattenstickertjes. Super leuk. Dus dat zijn alle spullen die ik heb gekocht. Ik zal ze zo nog eventjes laten zien als ik ze afga. Dit zijn dus alle dingen die ik net heb uitgepakt. Ik ga ze nu even af. Super leuke theedoeken. Het zijn er overigens twee. De onderzetters. Muurstickers, wc-sticker, tafelkleed,
Tenminste, de koffiekleed, sorry, ik zeg het weer verkeerd. Een super schattige kastjeskoker. Diamond painting werken. En daar is een koffie. Ook inmiddels. En de leuke bedder. Ik vind deze nog steeds zo leuk, dit soort kastjes. En sommige diamond painting werken zijn echt best huge, wat ik niet had verwacht eerlijk gezegd. Dus ik ben denk ik wel redelijk tevreden. Leuke bestelling. Ik ga zo alles op mijn gemak even bekijken. Ik heb vandaag de hele dag gewerkt, dus als ik er moe uitzie is dat de oorzaak. Ik heb net gedoucht en mijn pizza komt zo. Tenminste, ik heb een domino box, laat maar zeggen, besteld. Dus dan kan je er nog twee dingen bij bestellen wat je erbij wil hebben. En het is door net een wasje gedraaid. Mijn werkjurk was een beetje vies geworden. Dus die is weer schoon. En dan ga ik zo even lekker relaxen, even bijkomen. En ik praat jullie van de week nog wel een keer even bij. Maar ik vond het leuk om dit even te unboxen met jullie. Ik doe eigenlijk nooit Temu unboxings dingetjes eigenlijk, bijna nooit. Dus ik vond het leuk om met jullie te delen. En ik moet zeggen dat ik dus best wel tevreden ben over de bestelling. Soms bestel je dingen dat je denkt, nou, dat is een zware domper. Maar deze vind ik echt wel leuk. En sommige zijn eigenlijk groter dan dat ik had verwacht. Dus dat valt weer niet tegen. Dus, nou, korte video. Het gaat verder overigens met mij goed. Ik heb gewoon een beetje wel een vol hoofd en veel dingen aan mijn hoofd. Maar dat komt verder wel goed. Als jullie de video leuk vinden, geef het alsjeblieft een duimpje. En dan zie ik jullie weer bij een volgende video. Ik weet nog niet wanneer, maar ik doe alles op zijn tijd. Ik heb gewoon geen zin om te haasten en ook niet aan verplichtingen vast te zitten. Dus ik film wanneer ik eigenlijk zin heb. Nou, tot de volgende keer. Doei!